Yolo, Pijs en Zoes. En vandaag gaan we de Charlie Challenge doen. Wij zijn Zoes. En we stoppen nooit. Nou, we gaan dus de Charlie Challenge doen. Ik heb hem laatst ook al bij Enzo gedaan in zijn survival en het werkte voor geen ene fuck. Maar ik wil het toch nog één keertje proberen, omdat het ook zo fucking vaak in de comments staat. Laat maar even in beeld komen. Oneindig veel staat in de comments, dus ja, hier heb je hem dan, de Charlie Challenge. Het is fucking bullshit, maar we gaan het toch voor jullie uitproberen en wij doen geen fake shit. Dus je gaat gewoon zien dat die shit fake is. Ja. En als hij nou echt niet werkt? Dan gaan we tenminste Rico nog even in de zeik nemen door te doen dat hij wel werkt, weet je. Omdat het ook 100.000 keer in de comments wordt gevraagd. Inderdaad, dat we Rico moeten pranken. Dus we gaan hem eerst uitproberen en daarna gaan we Rico pranken. Kom maar met ons mee, weet je. Logie. Oké, we gaan dus vandaag geest oproepen. Het gaat als volgt. Je maakt zulke vakjes. Dan schrijf je yes, yes, no, no. En dan komt straks de cruciale vraag die je aan Charlie moet gaan stellen. Charlie, are you here? En dan leg je twee potloden op elkaar, zoals volgt. Daar komt ie. Hoppakee. Heel simpel, even balanceren. Moet niet zo moeilijk zijn als het goed is. Oké, en dan ga je dus vragen, Charlie, are you here? En dan moet dus een potlood naar yes gaan, ofwel als het dus waar is. Maar wat mensen dus niet weten uit al die viral video's die je ziet, is dat je gewoon dit kan doen. En dan gaat hij al, weet je. Echt fucking makkelijk. Dus zonder te blazen gaan wij het eerst proberen. Dus leg hem maar alvast neer. Het wordt echt, jongens, het hoort echt onwijs spannend te zijn. Maar dat is het niet. Want die shit is niet waar. Heel simpel. Als je nu gaat bewegen, dan ga ik echt freaken. Maar oké. Wij gaan niet blazen. Komt ie. Zullen we het samen zeggen? Ja, oké. Omdat hij het dan beter hoort misschien. Ja. 3, 2, 1. Charlie, are you here? Misschien moet je harder schreeuwen, weet je. Misschien is hij een beetje doof, omdat al die mensen dat hebben gezegd. En niet gaan blazen. Oké, 3, 2, 1. Charlie, are you here? Ja, jongens, het ziet ernaar uit dat we naar Afghanistan te moeten. Naar allemaal genezende doktoren en zo, zoals sommige mensen doen. Shit, werkt niet. Kom, laten we hem nog één keertje doen. Ja. Charlie, are you here? Oh, Oké, maar ja, we hebben dus iets heel leuks bedacht. Want we wisten namelijk al dat deze shit niet zou gaan werken. Laat onze constructie even zien. Ja, die ligt hier, weet je. Nou, Rico die is dus vandaag laat op kantoor. We zijn hier met Rowan, Stefan en ik. En wij hebben dus dit kleine constructietje gemaakt. Pak hem even op. Oh, kan dus niet. We hebben dus een potlood. Daar hebben we een spijkertje in gedaan. En in dat andere potlood, die vast zit aan het blaadje, hebben we een gaatje gedaan, zodat hij erin kan staan. En dan kan hij dus met echt heel lichtelijk blazen, kan hij heel erg gaan ronddraaien. Zoals je zo ziet. Dus dan is Charlie heel erg aanwezig. Dus Rico die heeft dit nog nooit gedaan. En straks dus als we het aan Rico gaan vertellen dat dit bestaat, want hij weet dat ook nog niet eens. Dan gaan we dus gewoon zeggen, Charlie, are you here? En dan zit hij dus, oh ja, bullshit. En dan hoeven wij maar het kleinste dit te doen. En dan gaat dat ding al fucking erg draaien. Dus dan gaat Rico. Dan gaat Rico fucking erg freaken. En dan hebben wij een fucking goede prank, weet je. Dus het gaat helemaal goed komen. Dus hebben we 1, wat jullie gevraagd hebben in de Charlie Challenge. En 2, een prank. Hoppa. En dan gaan we straks ook de cruciale vraag stellen. Charlie, ga je Rico vermoorden? Ja! Oh! Wat de fuck is je aan het doen? Klopt. Ja, hoe is het een beetje laat? Ik voel me een beetje. Het is vaak 8:30. Ik moest komen in ieder geval. Weet je waarom we je nog zo extra hebben benaderd om te komen vandaag? Omdat de Charlie Challenge gaan doen. Dus dan. Heb je het niet gezien op internet? Iets met spelen of zo. Nou, dat je legt zo twee potten. Kijk, hier, we hebben een plaat gelegd. Leg zo twee potloden neer. Yes, no, no. En dan zeg je Charlie, are you here? En dan moet hij gaan bewegen ofzo. Maar die shit is fucking bullshit, dus er gaat toch niks gebeuren. Maar als kijkers zullen we het fucking gaan zien. Is goed, weetje. Ik kon er maar bij, weetje. Je hebt vakjes, yes, no, no. Je hebt twee potloden die balanceren op die ander. Nee. Ja? Ja. En straks moet je roepen, Charlie, are you here?
There. 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 Charlie, Charlie, are you there? En dan... Volgens de legende gaat dan een potlood zo draaien of zo. Naar yes of no. En dat lijkt me raar als die gaat draaien naar no. Want dan is die, zegt hij dat hij er niet is, maar dan is hij er wel. Wacht, hoezo heb je dan ook no? Je moet hem toch ook vragen stellen dan? Oh ja, je kan hem daarna vragen stellen. Maar alleen maar met yes of no. Ja. Maar ik heb dus wel gehoord, het is een beetje freaky, dat het een... het is een van de engste demonen of zo die er bestaat op deze planeet. En als die er helemaal is of zo, dan kom je er ook niet meer vanaf. Of je moet potlood op de grond gooien of zo, weet ik. Nou, dan gooi je. Wacht, kijk. Hier hebben we nog meer potloden, weet je. Als we klaar zijn, gooi je al die potloden op de grond. Ja, dat gaat niet uit. Dan hoeven we niet naar Afghanistan, weet je. Wat is dat dan? We moeten naar fucking Afghanistan. Ja. Ik had een verhaal gelezen op YouTube comments van Enzo. En er zei iemand van ja, een meisje, een vriendinnetje van mij is nu naar Afghanistan. Naar de ziekste priesters in de wereld om haar te genezen, want ze had Charlie achteraan ofzo. Weet ik veel, joh. Die was dus vergeten potlood op de grond te gooien ofzo. Domme telepathie shit, jongen. Wat moet ik doen? Zullen we samen gaan zeggen, Charlie, Charlie, are you there? Ja. Ja? Ja. En dan gaan we. 3, 2, 1. Charlie, Charlie, are you there? Nou, werkt niet. Werkt niet. Nou, misschien moet jij het alleen vragen. Hé hey, jongens, bedankt voor het kijken. Misschien moet je het alleen vragen, Rieke. Oké. Okay. Kijk op. Charlie, Charlie, are you here? Oh, dag, gast. Holy shit, sowieso. Man, jullie zitten me sowieso te fokken. Ja, jongen, ik doe fucking helemaal niks, ouwe. Holy shit. Dus de tweede keer dat ik het doe, bij Enzo deed ik het ook en ik zie hem nu echt voor het eerst bewegen. Ah? Mijn hart klopt, jongen. Is dit serieus? Blies jij, Rico? Want je kan ook... Nee, ik blies niet. Sowieso blies jij. Nee. We zijn allemaal... Nee. Holy shit. Dit is echt gewoon de eerste keer dat we gewoon niet blazen, weet je. Ja, dit is fucking bullshit, man. Bet, kijk ze dan even de beelden. Misschien staat hij hier wel gewoon, weet je. Misschien even die camera. Ja, zo, als dat zo is. Ja. Maar even serieus. Als hij er is, wat moet ik nu zeggen dan? Vraag of iemand heeft vermoord of zo. Ja. Charlie, Charlie, did you kill somebody? Gast. Nee. Holy fuck! Nee. Nee, man. Holy. Hey, man, ik kan weer stoppen, hè? Gast, nee, dit is fucking freaky. Oké, okay, ik ga nog wat vragen, hè? Wijs naar mij, man. Ik vind het een beetje eng, man. Je kunt gewoon, dan gaat die. Dan straks vliegt het potlood in je ogen, zo. Hey, man. Ja, het is wel een demon, hè? Nou, weet ik veel. Is dit echt? Nee. Nee, dat vind ik niet echt. Best vraag je nog wat. Zullen we het winter zo? Charlie, Charlie, are you human? Ja. Fuck off, dude. Nee! Fuck off, dude! Hey, man. Hoe kan je nou lachen? Hey, dit is fucking man. Creepy. Ik geloof het niet, man. Ja, wat geloof het niet? Wie de fuck moet het doen, dan? Weet ik veel. Hey, man. Ik krijg een beetje gek vijfje, weet je. Oh, holy shit, dat is fucking ziek. Wil je hier nog mee doorgaan? Nee. Je roept echt foute shit nog, man. Oké, okay, we moeten zeggen dat hij weg moet gaan, of zo. Of die weg wil gaan. Ik kan beter zeggen dat hij weg gaat, man. Moet ik dat zeggen dan? Weet ik veel. Ik kan geen Engels, weet je. Dan zeg gewoon Charlie, Charlie. Please leave. Please leave. Will you please leave? Charlie, Charlie, will you leave? Nee. Shit! Nee! Oh, nee, shit! Man. Nee, Gerp! Dit is fucking... Weet je, stoppen met filmen. Dit is echt fucking slechte juju, jongen. Waar we nu aan zitten. Ik voel een beetje naar, man. Hij gaat dus niet weg. Ja, nu. Had je sowieso hand, Stefan? Ben je niet een beetje bang of zo? Ik weet niet, man. Ik heb nog steeds een beetje dat ik niet gelukkig vind. Dat jullie leuk te fokken. Maar ja, ik vind het wel creepy, man. Doe fucking helemaal niks, gast! Ik doe fucking naast je. Hoe kunnen we hier nou fokken? Nou, weet ik veel. We doen fucking helemaal niks. Oké, okay, beter ga je vragen of die gaat vermoorden of zo. Nou, dag, dat moet je echt niet vragen. Nee, want dan... Ik zweer het, ik wil een vraag. Oké. Okay. Doe alsjeblieft voorzichtig, man. Ik wil echt even niet met slechte shit worden. Nee? We zijn juist toch eentje. Ja, maar dit is... Nou, vraag maar gewoon, fuck it. Charlie, Charlie, do you want to kill Stefan? Wow. Wat is dat? Wat betekent dat? Holy shit, man. Zag je dat fucking ding gaan, man? Zo echt, hè? Zag je hoe hard die ging? Hoe kan het ding nu nog ooit balanceren? Shut up! Hey, man. Hey, man.
Wacht, stop even. Dit is echt fucking ziek. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ga je wachten hoor. Ik krijg een actief in jullie. Hoe zorgt, je had op internet gezien hoe je hem weghaalt, toch? Ja, je moet zeggen dat hij weg moet gaan. En dan, ja, dan zegt hij nee. En dan, ja, je moet niet vragen, je moet zeggen. En dan je moet zeggen dat hij weg moet gaan. Wil je zeggen dat hij weg gaat, wil je nog wat vragen? Nee, ik ga je nog wat vragen. Zo, ja. Ga je weg? Peter, vraag nog één ding. Nee, ik vind het fucking leuk, man. Dat ga je weg. Nee, beter gaan we het rijtje af met... Ja, je vroeg of die Stefan wou vermoorden en toen gaf hij dit. Ik weet niet wat het betekent. Beter vraag of hij mij wil vermoorden. Dat wil ik nu echt weten. Beter vraag jij? Ja, jij? Zo. Omdat hij bij jou praat, bij mij niet. Bij mij ook niet. Hij gaat mij zo veel hand in. Ga maar lekker zo'n vraagje. Nou, weet ga je. Charlie, do you want to kill Kai? Hey, ik ga weg hoor. Je zoekt me lekker. Nee, jullie blijven hier man. Hey, blijf hier man. Hey, man. Ik voel me nu echt niet chill bij ofzo. Ik ga je wachten hoor, ik ben een film. Ja, maar hij wil mij fucking vermoorden. Ja, hoor. Mij ook. Oh, ja. Misschien moet je het even voor jezelf vragen. Vraag alleen voor jezelf? Alleen voor jezelf en dan sluit het op. Kunnen we dit dan nog een keer gaan doen? Ja. Oké, ik moet echt voor mezelf weten of hij me nu gaat vermoorden ofzo. Of straks ofzo. Beter vragen of hij me nu gaat vermoorden en dan zegt hij ja of nee. Jongen, ik ga het niet doen. Jongen, we hebben zoveel fucking bewijs dat de shit gewoon werkt. Ik voel mij er goed bij. Ik krijg gelijk de tering. Nee, dus doe nog even één vraag. Laatste. Ja, of niet, weet je, want het is fucking bad, jongen. Nou, doe nog één vraag, jongen. Nee, man. Ik voel me ook fucking naar, maar we moeten dus eerst sowieso zorgen dat hij weg moet gaan ofzo. Ben je jezelf? Nee. Jawel. Ik kan het naar vragen ging. Nou, doe gewoon, omdat je ons ook al hebt gedaan. Nou, dat is niet voor je. Charlie, do you want to kill me? Ja, dat dan. Nou, kut! Hey, maar hij wil ons alle drie hebben. Ik ga naar huis, jongen. Nou, ik ook. Volgens mij lijkt het tegen een boom aan of zo. Dat is echt heel kut. Oké, zorg dat hij... Nee, niet weggaan. Zorg dat hij nu weggaat. Hij moet nu weg. Hoe dan? Je moet het tegen hem zeggen of zo. Je moet zeggen dat hij moet weggaan. Je moet het niet vragen. Je moet het demanden. En dan moeten we die twee potloden moeten op de grond gooien. Wat moet ik zeggen? Ik snap het niet, hoor. Ja, je moet zeggen... Ga zitten. Je moet zeggen dat hij weg moet gaan zonder te vragen. Dat hij geen antwoord kan geven. En dan moet je die twee potloden op de grond gooien. Nee, kun je niet eerst vragen wanneer we doodgaan of zo nog? Voor de... Nee. Of, ben je goed? Ik ga hem even vragen. Ja, ik ook niet. Wat denk jij? Dus je moet de potlood er niet gewoon gooien? Nee. Je moet eerst zeggen dat hij weg moet staan, dat hij op moet rotten. Met de en dan moet je deze twee potloden op de grond gooien. Oké. Okay. Charlie, go away. Nee, nee man! Nee! Nee! Holy shit! Holy shit, man. Fuck off, man. Holy shit. Wow, what the fuck is met de potlood gebeurd? Wow, we gaan voor. Nee, wow. Kijk wat er met de potlood is gebeurd. Wat zit er in, joh? Nee, dat is een tape. Hey, wat is dit? Wat is het andere potlood? Wat is het andere potlood? Wat is dit? Wat is dit? We zitten maar gewoon te fokken. Ja, een beetje in de zijkant. Hey, man, wat is dit, man? Hoe kan je dat niet doorhebben? Ja, druk vol. En dan kan hij zo pakken. Ja, weet je het is? Ik rook wel wat man, dat was blijkbaar gewoon een goede adem. Ik vind het een zette adem. Hey, maar de enige Charlie die er staat is Charlie Bit My Finger. Charlie Bit Me. Wat is bang? Ik voel me wel fucking aan man. Ik ben druk vol. Hey, ik zeg prank is weer geslaagd, jongens. Zo altijd op mij, man. Ja, dan kunnen de kijkers graag. Je wil een stafelijke pak krijgen. Nee, man. Hey, man. Ik was een beetje bang, Rieke. Ik was een beetje bang, man. Was wel maar één opluchting. Charlie gaat ook niet pak krijgen. Nee. Hey, dan voor Charlie die dat pak is degene die op je vinger bijt. Auw, Charlie! Hey, ik zeg het is gelukt. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wat dan?